En boerenzwaluwen zitten bijna altijd onder het dak. Onder het afdak. Liefst op boerderijen, maar dat kan niet voor productie te nadelen zijn. Nee hoor, die komt naar Ruskamer. Lekker weer zo business. Ja, maar hier ga jij wat zeggen. Maar hoeft dat niet. Dat sproegje is mooi klein. En blokzeil afgesneden van de Zuiderzee of van het IJsselmeer. Om nou een nieuwe toegang te maken eerst, is hier een kanaal langs gegraven en die is doorgetrokken zo naar Ramspol. En dan ligt vanaf 1850, ligt er vanaf Zwolle, de achteringang, via Genemuiden, Zwartsluis, Genemuiden, ligt er het Zwolse diep. En dat liep door naar het Kalatoer Oud-Krachenburg. Even kijken, Oud-Krachenburg. Dus eerst was de waterweg hier, dat was voor Zwolle, en dan konden ze hier de Zuiderzee op. Later is dit kanaal gegraven hier, of van Blokzeil of zo, en die vaarweg. En toen heeft men het slip hiervan, heeft men dat eiland van gemaakt. Want dat had niet de kwaliteit om voor die dijk gebruikt te worden. Dit is er omdat ze veel te veel grond hadden hier. En nu kun je dat wel transporteren, maar vroeger hadden de mensen daar de kracht niet voor. Dat moest allemaal met paard en wagen of... een klein vrachtwagentje en dan hield het op, dus dat zand dat bracht je niet zo ver weg. De eerste vaarroute die hier is gelegd van het Zwarte Water, het Zwolse Diep, zo naar Oud-Krachenburg toe, die is gemaakt van krachen. Dat is landerijen, dat was land wat hier op natuurlijke wijze ontstond door middel van plantengroei. En dat zaagden ze af, dat waren hooilanden, dat zaagden ze af en dat verkochten de boeren. En dan werd dat hier naartoe gebracht. Het gezonken ging de grond en dat groeide weer. Ja, ja. En zo werd de dijk gebouwd. En die werd achter die windmolen, daar houdt het om. Hier ligt oud Krachenburg. Ja. En daar hebben ze een verbreding gemaakt, een beetje ruim, want er kwam een licht.
Ja. Nou, dat kan het zijn. Nou, daar zit hij, achter mij. Er zitten drie op 20 span. Dit is de nachtegaal. Daar zit de grote karkiet. En daar zit er ook in. En nachtegaal zit ongeveer 30 meter die kant op, hier, daar. Ja, nou, boomklevers. Maar ja, is niet azuurblauw. Ja, die is iets, die is veel. Het enige werk wat hier gedaan wordt, dat is deze stijger wordt primitief onderhouden, het pad wordt zo nu en dan gemaakt en de vogelkijkhut wordt gedaan. En verder is alles hier puur natuur. Bomen die, ja, die ontstaan uit het zaadje, ze groeien op, ze worden groot, ze worden oud, er komt de weg terug, ze waaien om en dat gaat allemaal gewoon weer verder. Het leven heeft hier voorrang. Ja, waarom hebben we hier zoveel, al die nachtegalen, dat is A, brandnetels, maar kijk, je ziet de mug al opkomen. En nu valt het nog wel mee, gelukkig zijn we een beetje vroeg in het jaar, maar straks wordt het heel wat minder. En ik denk dat dat de reden is dat er nu weer wat meer, dat dat ja, wat verbossing in de hand heeft. Want eigenlijk... Dat is ook veel tijd, ja. Ja, dat je daar... Wat ermee gebeurt, die daar ligt dat plat, daar ligt er een plat. En die bomen, de zijkanten uit de scheut uitgekomen, ja, moet je maar afwachten wat. Als je die, de zaden daarvan op de kleren gooit of op het haar, dan heb je een probleem. Maar de kleeft gaat ook. Ja, maar dat kun je wegtrekken weer. En dat, kijk, daar hangt het, daar zit het nog in. Dat is de oude van vorig jaar. De enige die we hebben. Ja, je blijft hier. Je blijft hier. Ik zal het toch nemen. Echt op de bodem ligt het oude gras. Het jonge gras komt er doorheen en dit is een afgesloten laag, dus daar komt ook geen bebossing van. Het mooie van dat gras is, in die afkleiding zo, dat hier zitten heel veel vlindersoorten in. Het is gewoon afgepopulierd, ja. Ja, dat is nog net gepopulierd. Ik heb die boom die leeft, die gaat bloeien. Nou, deze boom leeft veel meer, alleen dit is een heel ander leven, dit is een laat leven. Die biedt de mogelijkheid voor insecten en voor alles om te gaan leven. En van die groene zaadjes, ja, dat is een teugelstreep bij het oog. Een wit vlekje op de vleugel, een beetje gelig op de borst. Hij heeft een oogstreep. Moet ik ook altijd hoor. Ja, zo. Inderdaad, dat blijft hangen. Ja. Oh, dat is wel. Ja, nou, daar kom je van alles tegen. Nou, hoe zit daar van? Nee, kom je van. Nou, die staan er achterop. Daar is niks mee gebeurd met de storm van januari vorig jaar, die erachter stond in het wortel, die is omgegaan. Daar stond er ook een, die is afgebroken en daar is er ook een. Dat is niet afgebroken, dus het was drie op een rij. De eerste keer niet, maar dat is die structuur en die boom van die takken. Zullen we het uitvoeren? Maar alles.
dat doen ze wel. Dus hij steekt gewoon weer de kop op daar en dan gaat weer verder. Maar als je nou ziet op deze boom, die wordt helemaal opgevreten. Er zijn een heleboel insecten die leggen daar een eitje in. En dat gaat als houtrups, gaat die daar in zijn leven verder. En dan ontpopt hij en dan komt hij naar buiten. En dan heb je kans dat het een bepaalde nachtvlindertype is. En de spechten die zijn er stapel gek op. En dat heeft hij van het winter heeft hij dat opgepoten. En dat op heeft hij begraven, ja, aan de bladeren. Er komt een hele grote en kleine tegen. Hij dwarrelt ook zo. En het jonge blad dat verschijnt, dat is een beetje in de kleur. En dat is de zwarte populier. Dag, nacht en de echte. En de echte is met een slip, de witte is de nacht en deze roze is de dag. Dat een lichaam passeert van een vogel, heeft de kiemkracht is enorm hoog. Als je lijsterbessen en die gaan via het lichaam van een kip of van een vogel, dan heb je 80-90% kiemkracht. En als je ze gewoon de bessen in de grond zou poten, dan is het 5-10%. Dat is. En dan is een kans verkeerd, denk ik, of niet? Jullie wel. Ze moeten het bos in gaan. Nee hoor. Nee hoor, je moet hem horen. Trouwens, ik zei al, ik had er nog maar eens een gezien van door. Het staat hier eigenlijk van de van. Maar het wordt steeds moeilijker. Deze behoort tot de ranonkelfamilie. Kijk, en dan. De bolletjes, hè? Ja, dat is de bolletjes. Ja. Wat mooi is, kijk, dit is het bolletje van dit jaar wat zaad heeft, wat plantje uit is gekomen. Mm-hmm. Dat noemen ze een hanenklootje. Dat zijn de bolletjes die in de grond hebben gestaan. En het gekke is, kijk, al deze bolletjes die zitten niet op de bloemhoogte. De bloemhoogte, de bloem die steekt er dus gewoon bovenuit. En de zaadjes, nou hier heb ik er een, kan ik het uit, die komen in. En die wesp die gaat er gewoon met de bek naartoe, knipt de poten eraf. En dat hoor je gewoon, knappen. Nou, dat denk ik. En die springhaas sprong niet eens weg. Hij werd overvallen door die wesp. Dat is een stuk net. Vrouwtje van een schorpioenvlieg. Ja, daar. Ja, daar. Je kijkt. Nou, dit is een hele oude boom. Dit is ook omgevallen. Daaronder, hij ligt nu, daaronder daar ligt allemaal zaagsel. Dat is allemaal die houtrupsen, hè, die dat die hele boom optreden. Ah, oh, dat is nog wel even tijd, hoor. Ja, nou, maar die wordt helemaal, helemaal hol gemaakt. Vossendrol is een keer zo dik. Dit is van een matte. En hier zat van de week ook nog een paddenstoel. Oh, sorry, hier zat van de week nog een paddenstoel in. Nee, hij is nu weg.